Ik ben vandaag in Zaventem, waar ik heb afgesproken met Zeffrien. Zeffrien werkt in een autogarage met een IBO-contract. Met andere woorden, hij leert aldoende en hij wordt ervoor betaald. Goedemorgen. Ik ben op zoek naar Zeffrien, alsjeblieft. Ik denk dat het daar in de auto is. Zwarte wagen daar. Ja. Oké, dank je. Zeffrien. Oh. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, Vincent. Waar ben je mee bezig? Ik ben de dashboard aan het kuisen van deze auto. En yeah. Eigenlijk de gehele interieur. Heb je altijd in de autosector gezeten? Nee, niet altijd. Ik heb eigenlijk heel veel gedaan, van alles en nog wat. Hier en daar gewerkt eigenlijk, van de Honda naar deurverkoper, van vleesbewerker naar Loren, brood in de fabriek aan de lijnwerk eigenlijk. Dus van alles eigenlijk. Ja, en hoe ben je dan hier terecht gekomen? Ik ben via de VDAB heb ik een opleiding gevolgd. Ja. Het was eigenlijk de bedoeling dat ik een opleiding als schilder zou doen. Gewoon van decoraties enzovoort. Uh-huh. Maar ze hadden een opleiding van carrosserie. Carrosserie en daar zat ook schilderen bij, van spuitwerk enzovoort. Ja. En daar ben ik aan begonnen in pak anderhalf jaar geleden, vorig jaar, in oktober. Ja. Ja, je bent nu bezig met de binnenkant van de wagen? Met de binnenkant, ja. De carrosserie doe jij ook? De buitenkant doe ik ook. Zeffrien, wat is hier aan de hand? Wat hier aan de hand is, dat ik al de schade eigenlijk verwerkt heb, zodat die krassen zeg maar gewoon verdwenen zijn, dat ze helemaal al geheel uit de lak zijn. Ja. Op welke basis ben je nu aan het werk? Op basis van een IBO-contract. Mm-hmm. Dat houdt dus in dat ik binnen het bedrijf zelf krijg ik gewoon een opleiding ook, terwijl dat ik aan werken ben. Dus je start eigenlijk met een contract van een aantal maanden. Dat heeft als voordeel voor ons dat we hem echt de job kunnen aanleren zoals wij ze zien. Hij wordt gecoacht dagelijks, dus de begeleiding is er. De loonkost is natuurlijk laag voor de werkgever. En voor Zeffrien, uiteindelijk op het einde van de rit, is er een vaste tewerkstelling. Wat brengt de toekomst? De toekomst brengt dat ik na mijn opleiding, dat ik dus na de 6 maanden ik een vast contract krijg binnen het bedrijf. Mm-hmm. En vervolgens dat ik gewoon mijn werk blijf doen en ik ga door met groeien eigenlijk. Dus ik blijf nog altijd leren. Dit kan jij nog jaren doen? Ja, zeer onzeker. Zeer onzeker. Ja, is een eindeloze opleiding niks voor jou, dan is een IBO-contract misschien wel de ideale oplossing. Leren op de werkvloer en toch meteen betaald worden. Meer informatie daarover vind je altijd op www.vdab.be. Veel succes en tot volgende keer. Ciao!